cybercrime kan natuurlijk zo ernstig worden dat echt de staat in gevaar is. Cyberterrorisme, cyberwar. En dan krijgt de digitaal rechercheur dus te maken met defensie. En daarom zijn we hier op de Frederikskazerne om te praten met kolonel Hans Voormoy. Hans, wat houdt dat precies in, de Taskforce Cyber? Ik ben belast met het implementeren van het cyberprogramma bij Defensie. Defensie is net als iedereen eigenaar van netwerken. Wij hebben digitale systemen en wij moeten zelf zorgen voor het beschermen en beveiligen van onze eigen digitale netwerken. Maar ook van onze communicatiesystemen, van onze wapen- en sensorsystemen. Kortom, alles wat gebruik maakt van cyberspace. Ja. Dus de communicatie van Defensie zelf is natuurlijk een zwakke plek. Dus als we aangevallen worden, dan zijn jullie er om die plek te beschermen. Nou, het is geen zwakke plek. De communicatie is geen zwakke plek. Wij hebben communicatiesystemen, die maken gebruik van cyberspace en die moeten we beschermen. Die bescherming is goed. Ja. En we zorgen ervoor dat anderen daar niet kunnen inbreken. Ja. Maar naast het feit dat wij onze eigen netwerken, net als ieder ander in Nederland, willen beschermen, moeten wij natuurlijk ook in staat zijn om inlichtingen te vergaren bij tegenstanders. Wij hebben een taak, onze militaire inlichting en veiligheidsdienst heeft een taak om de digitale omgeving van een tegenstander, potentiële tegenstander, in kaart te brengen. In het kader van nationale veiligheid. En verder is natuurlijk cyber is voor ons ook een kans. Want net als dat wij afhankelijk zijn van het gebruik van cyberspace voor onze eigen systemen, is een potentiële tegenstander ook afhankelijk van het gebruik van zijn digitale omgeving. Ja. En wij zouden dus graag in staat zijn om ook die tegenstander in dat digitale domein aan te vallen. En daar daadwerkelijk ervoor te zorgen dat hij geen gebruik kan maken van zijn digitale systemen. Ja, oké. Okay. En hoe kan ik me dat concreter voorstellen? Hoe zou een vijand ons kunnen aanvallen op de cyberstructuur? Nou, een tegenstander van ons zou ons kunnen aanvallen door bijvoorbeeld in te breken op onze netwerken en onze commandostructuur onklaar te maken. Om ervoor te zorgen dat wij onze commandostructuur niet kunnen gebruiken. Of door digitaal te spioneren in onze systemen. En te proberen informatie te vergaren over onze toekomstige plannen. Ja. Ervoor te zorgen dat onze radarsystemen of sensorsystemen niet werken. Dat zou een tegenstander kunnen proberen. Ja. Ja. Maar dan heb je dus over de communicatiesystemen die Defensie zelf gebruikt. Of heb je ook ons in de zin van Nederland? Dat als het internet in Nederland aangevallen Nederland, wordt. We kennen in Nederland Nationale Cybersecurity Strategie. En daarin staat heel duidelijk dat iedere eigenaar, beheerder van netwerken, van systemen, communicatiesystemen zelf verantwoordelijk is voor de beveiliging van zijn eigen netwerken. Ja. Dus iedereen zorgt er zelf voor. Defensie zorgt dus voor zijn eigen netwerken. Ja. Het voorbeeld wat je net gaf, dat wij worden aangevallen. Wij zorgen ervoor dat de tegenstander dat niet kan doen. Wij zorgen ervoor dat wij ons eigen systemen beveiligen. Ieder ander in Nederland zorgt ervoor dat hij zijn eigen systemen ook beveiligt. Mm-hmm. En we hebben een Nationaal Cybersecurity Centrum die kijkt in die boze buitenwereld en ziet wat daar gebeurt. En in voorkomend geval de Nederlanders adviseert wat te doen om vrij en veilig te blijven in hun eigen systemen. Ja. Je kunt je voorstellen dat er een staat de Nederlandse nationale vitale infrastructuur aanvalt en die onklaar maakt. Ja. Proberen dat te voorkomen is een zaak van de eigenaar van die vitale infrastructuur, de energiemaatschappij of de telecommaatschappij. Het advies geven over wat ze moeten doen om het te herstellen of om zichzelf te beveiligen, ligt bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. En als blijkt uit de analyse, uit onze inlichtingen die bijvoorbeeld onze militaire inlichtingendienst of de algemene inlichtingendienst hebben vergaard, dat dus het een statelijke actor is die iets doet, dan zal Defensie het mandaat krijgen van de regering om daadwerkelijk daartegen op te gaan treden. Oké. Zolang Defensie dat mandaat nog niet heeft en we niet van overtuigd zijn dat die actor een statelijke actor is en de schade die veroorzaakt niet vergelijkbaar is met de schade die
aan een conventionele aanval, vergelijkbaar is met een conventionele aanval. Dus slachtoffers, ontwrichting van de samenleving, grote fysieke schade. Dan zal nog steeds de coördinatie liggen bij het Nationaal Cybersecurity Centrum, niet bij Defensie. En zal politie optreden of onze inlichtingendiensten optreden om daar iets tegen te doen. Ja. Want als die tegenstander een terrorist is of een cybercrimineel of een 17-jarige jongen die zijn computer aan het uitproberen is, dan is dat een zaak van de politie. Ja. Want proberen we daar een soort scenario bij voor te stellen. Hè? Ja. Er is dus bijvoorbeeld een bedrijf gehackt. Ze komen bij de politie. Team Hyper Crime wordt erop gezet. Blijkt toch al een behoorlijk omvangrijk botnet te zijn. Wat echt op de vitale infrastructuur van Nederland effect kan hebben. Ja. Op welk punt komen jullie in werking? Wij komen in werking op het moment dat daadwerkelijk door onze inlichtingendiensten is aangetoond dat de tegenstander een staat is, bij ons er daadwerkelijke schade is en onze regering vindt dat Defensie moet optreden. Ja. Kijk, wij hebben als Defensie 3 hoofdtaken. Eerste hoofdtaak is het beschermen, beveiligen van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Tweede hoofdtaak is het bijdragen aan internationale rechtsorde. En de derde hoofdtaak is het ondersteunen van civiele autoriteiten in geval van incident en crisis. Op verzoek van die civiele autoriteiten. Als we in de eerste of de tweede hoofdtaak optreden, dan gebeurt dat altijd met een volkenrechtelijk mandaat. Mandaat van onze regering die zegt van Defensie, u moet iets gaan doen. Defensie doet dat niet uit zichzelf. Defensie zal misschien wel vragen, maar uiteindelijk is het een besluit van de regering. En daar hoort een mandaat bij en daar horen rules of engagement bij. Ja. Rules of engagement zijn regels die we over wat we wel en wat we niet mogen als we daadwerkelijk gewapend, tussen aanhalingstekens, optreden. Ja. Want ook als wij daadwerkelijk gaan optreden, dan is dat natuurlijk een vorm van gewapend optreden. Ja, want kun je daar een paar voorbeelden van geven hoe de bevoegdheden dan anders worden? Hè? Een digitaal rechercheur heeft bepaalde bevoegdheden, volgens artikel 2 van de politiewet. Bepaalde dingen mag je vorderen, bepaalde dingen mag je doen, bepaalde dingen mag je inkijken. Stel, een zaak wordt zo groot dat het inderdaad naar jullie gaat. Welke bevoegdheden komen daar dan bij? Nou, als de Defensie daadwerkelijk wordt, de hulp van Defensie wordt ingeroepen, ligt het eraan onder welke van die drie hoofdtaken. Stel dat het de derde hoofdtaak is, de politie zegt van wij weten het niet precies, we hebben hulp nodig van Defensie, dan komt Defensie, zal op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie hulp verlenen aan de politie, onder verantwoordelijkheid van de minister van VNJ. En dat betekent dat wij dezelfde bevoegdheden hebben als de politie. Okay. Nou, als het ware een soort hulppolitie. Ja. We ondersteunen de politie en zullen op basis daarvan activiteiten ontplooien. Als we worden ingezet in het kader van de eerste hoofdtaak, dan is er gewoon sprake van een oorlog. En dan is er een hele aparte situatie. En dan ligt het aan de rules of engagement. Die worden per inzet bepaald. Kunnen we dan opereren. Als we in het kader van de tweede hoofdtaak, dus ondersteuning van de internationale rechtsorde, hè, dat zijn onze missies, onze operaties, bijvoorbeeld Afghanistan of nu Turkije of de Hoorn van Afrika, Somalië, we hebben antipiraterijmissie, dan zal in die rules of engagement omschreven staan in hoeverre wij cyberinstrumenten mogen inzetten. Oké, want de politie mag bijvoorbeeld niet terughacken. Ze mogen wel ervoor zorgen dat een bepaald botnet gefrustreerd wordt, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ze mogen bijvoorbeeld geen malware installeren op iemand anders een pc. Hè? Dat is een bepaalde grens die ze dan overgaan. Terwijl, jij vertelde net van bij rules of engagement en je gaat terug aanvallen, dan zouden jullie dat dus wel kunnen doen. Ja, dat zouden wij wel kunnen doen. Oké, dus een bepaalde... Als wij dat zelf onder ons eigen mandaat doen, en dat noemen we offensieve cyber, ja, dat mogen wij doen. En dat willen wij ook kunnen doen. Ja. Oké. Want er zijn een aantal zaken geweest waarbij het toch niet helemaal duidelijk was. Was het nou gewoon zo'n 16-jarige knul? Was het een botnet wat cybercrime is? Of is het echt een act of cyberwar? Nou, om even twee te noemen, Stuxnet en DigiNotar. Bij Stuxnet inderdaad, die waren echt heel specifiek op bepaalde systemen gericht. Die waren ook zo geavanceerd gemaakt dat daar toch door velen over gezegd worden, ja, dat was eigenlijk een soort eerste cyberwar act.
Ga je mee in die redenering? Ja, daar ga ik mee in die redenering. Okay. Dat is, Stuxnet heeft laten zien dat het mogelijk is om een hele gerichte, specifieke aanval, hoogtechnologisch, in cyber uit te voeren. Onafhankelijk van wie het gedaan heeft of wat het doel is, Stuxnet heeft laten zien dat dat mogelijk is. Ja. En Stuxnet is wat dat betreft denk ik ook wel een wake-up call. Ja, maar daar was het dus lastig van als je naar de techniek kijkt, kun je inderdaad wel zeggen, nou, dit is zo geavanceerd en waar het op gericht is, is het cyberwar. Maar het was moeilijk om te zeggen van wie het vandaan kwam. Ja, sommigen altijd zeggen Amerika, anderen zeggen Israël. Ja, dat is altijd het probleem. Van in cyber. Hè? Dat zal de digitaal rechercheur krijgen daar juist daarmee te maken. Waar komt het vandaan? Ja. Wie heeft het gedaan? Attributie heet dat. Welke intentie had die aanvaller? En pas als je dat weet, weet je ook welk middel je daartegen in kan zetten. En welk middel acceptabel is. Hè? Ja. Dat is proportionaliteit. Proportionaliteitsbeginsel, wat natuurlijk in de oorlogvoering altijd geldt, is dan heel specifiek van toepassing. Het betekent, bijvoorbeeld als Stuxnet bij ons had plaatsgevonden, dat onze inlichtingendiensten uitgebreid zouden moeten onderzoeken waar het vandaan komt. En daarbij natuurlijk niet alleen van de digitale sporen gebruik maken, maar ook van andere inlichtingenbronnen. De human intelligence. De human intelligence, open source intelligence, de signals intelligence, alle vormen van inlichtingenvergaring. Ja. Oké, dus bij cyberwar mag je in principe terughacken, dat valt binnen je mandaat, mits je echt zeker weet, dat is de statelijke actor die erachter zat. Ja, en mits het in je mandaat valt. Kijk, als onze regering zegt, wij willen niks terug doen, dan doen we niks terug. Uiteraard. Ja. Maar dat is inderdaad wel anders in de cyberwereld dan in de fysieke wereld, begrijp ik. Ja, maar de minister van VNJ heeft wel aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer recentelijk, dat hij graag wil dat ook de politie in bepaalde gevallen kan terughacken. Ja, inderdaad, dat is nog ter discussie. Ja. En hoe we eruit komen, dat zullen we dan nog zien. Ja. Een ander voorbeeld, DigiNotar-hack. Daar zie je ook die trappen. Eerst was het dan een student die kon ergens in, maar waarschijnlijk was er dan nog iemand anders die veel geavanceerder was. En vervolgens heel specifiek op Iran al die valse certificaten ging uitgeven. Ja. Ook daar inderdaad de vraag, was het toch gewoon een eenzame hacker? Was het een criminele organisatie? Of zou er misschien toch ook een bepaalde cyberwar er zit in ieder geval een stuk cyberspionage achter. Okay. Hè, het is in ieder geval een instantie die probeert informatie weg te halen. In dit geval informatie over die certificaten. Daar zijn onze inlichtingendiensten natuurlijk voor om daartegen op te treden. Ja. Okay. Ik heb er nu twee genoemd. Zijn er meer gevallen bekend waarvan je denkt van daar zitten we net op die grens. Of kunnen we die grens net overgaan of dat nou cyberwar is of niet? Nee, ik zou zo geen voorbeelden noemen. Ja, internationaal kun je natuurlijk wel voorbeelden noemen. Ja. Internationaal zie je al dat er dat cyber in operaties gebruikt wordt. Noem het voorbeeld het optreden van Israël tegen Palestijn in Gaza. Daarbij heeft Israël gebruik gemaakt van zijn eigen cyberomgeving om de aanval te legitimeren. Zeggen van wij gaan dat doen, want wij worden zelf getroffen. Daar hebben ze eigen websites gemaakt, hebben ze eigen Facebook-account gebruikt, eigen Twitter-account gebruikt. En de reactie daarop kwam niet vanuit, althans mogelijk niet vanuit de Gaza, maar van derden, die zichzelf op dat moment Anonymous noemden. Die probeerden Israëlische websites te hacken en Israëlische gegevens te openbaren. Nou, dan wordt er daadwerkelijk een cyberaanval gelanceerd tegen Israël in het kader van een conflict. Ja. De eerste voorbeelden zijn natuurlijk Estland in 2007 en Georgië in 2008 geweest. Ja, dat was misschien wel de eerste echte cyberoorlog, hè, Estland. Nou, in ieder geval Estland is in ieder geval de eerste aanval op een land geweest. Waarbij daadwerkelijk een land tijdelijk ontwricht was. Tijdelijk niet kon functioneren. Althans delen van de vitale infrastructuur tijdelijk niet konden functioneren. Ja, ja. Nou ja, dat was duidelijk een conflict tussen twee landen. Ook dat is niet zeker. Ja, het is lastig. Ja, precies. Maar goed.
Als je nou naar Nederland kijkt, wie zouden de grootste dreigingen zijn voor Nederland of Europa, als je het wat breder stelt, qua statelijke actoren die bewust cyberwarachtige technieken zouden kunnen toepassen? Ja, dat zijn dezelfde actoren als in de reële wereld. Ik bedoel, digitale spionage vindt continu plaats. Er wordt continu geprobeerd om bij ons aan te vallen. Die aanvallen of pogingen tot inbraak, die komen vanuit de hele wereld. En de tegenstanders, dat zijn de usual suspects. Dat zijn is Rusland, dat is China. Dat zijn landen die proberen in ieder geval bij ons informatie weg te halen. Ja. Oké. Het gaat best wel snel momenteel. Hè. We zien steeds meer voorbeelden. Lees ook vaak in de krant. Als je nou een soort worst case scenario zou moeten schetsen. Wat is nou echt een donker scenario dat eventueel binnen nu en 5 à 10 jaar zou kunnen plaatsvinden. Waarin echt Defensie samen moet optrekken met eigenlijk alle cybertroepen van Nederland. Ik geloof niet in de cyber Pearl Harbor. Nee, oké. Dus het donkere scenario waarin vanuit het buitenland Nederland opeens wordt platgelegd en alle systemen uitvallen, daar geloof ik niet in. Nee. Wat natuurlijk wel kan, is dat vanuit het buitenland een aantal systemen worden aangevallen. Dan is altijd de vraag, wat is het doel daarbij? Wat wil iemand daarmee bereiken? Ik geloof niet dat een zuivere cyberoorlog, dat die leidt tot succes. Een zuivere cyberoorlog, daarmee kun je een land ontwrichten, maar je kunt niet de wil opleggen. Hmm. Daarvoor heb je uiteindelijk altijd troepen op de grond nodig. Je moet altijd ter plekke zijn. Hmm. Dus de vraag is altijd, wat wil je bereiken? Je kunt in cyber kun je wel een slag winnen, maar nooit een oorlog. Hmm. Nou. En wat is een realistisch scenario? Dat is een scenario waar we bepaalde dingen tegelijkertijd plaatsvinden. Tegelijkertijd rode kruisen boven de wegen verschijnen. Ja. We niet meer kunnen pinnen. Een gedeelte van ons mobiele netwerk, telefoonnetwerk plat ligt. Waterhuishouding. Waar misschien een aantal polders onderlopen en dergelijke. Ja. Maar dat zijn wel dingen die we in het recente verleden door andere oorzaken ook allemaal al gezien hebben. Ja. En die hersteld zijn. Ja. Daar zijn wij flexibel genoeg voor om dat goed weer te herstellen. Zijn we ook wel, denk ik wel, voorbereid. Oké. Nederland. Want dat is dan eigenlijk het meest slechte scenario, het meest donkere scenario. Dan die opeenstapeling van dingen. En dan met name als we de SCADA-systemen nemen. En de waterhuishouding, ja. De pinstructuur, al dat soort dingen. Dat is het ergste scenario. Wat is het meest waarschijnlijke scenario? Wat in de komende 5 à 10 jaar zal het meest waarschijnlijke optrekken? Scenario is toch wel dat de hoeveelheid cyberspionage toeneemt. Cyberspionage. Okay. En daadwerkelijk proberen vanuit het buitenland om in Nederland informatie weg te halen. Dat kan intellectueel eigendom zijn. Dat kan informatie zijn over politieke verhoudingen. Over gewoon onze nationale geheimen. Bankgegevens, noem maar op. Ja. En zie je al bewegingen op dat gebied momenteel? Nou ja, ons Cybersecurity Beeld Nederland geeft wel aan dat onze belangrijkste dreiging is. Oké. En de actoren die daar eventueel achter zitten? Ja, dat zijn andere staten. Ja, de China en Rusland misschien? Onder andere mogelijk misschien. De bewijzen daarvoor zijn flinterdun. En dat kunnen ook best andere landen zijn. Ja, het probleem is dat in cyber iemand met een computer en een internetverbinding, die kan al van alles regelen. Hè. In 1999 is er een pamflet verschenen van 2 Chinese kolonels. Het heet Unrestricted Warfare. Hmm. En daarin staat, one hacker with a computer and one modem can cause schade veroorzaken die vergelijkbaar is aan oorlog. Ja. Nou ja, natuurlijk een ander rampscenario wat mogelijk is dat een individuele hacker begint, wat door anderen als een staat wordt gezien, waardoor een andere staat denkt terug aan te vallen, maar de andere staat ziet het als een directe aanval. Of Amerika doet er zelfs nog een schepje bovenop, als je ons cyber aanvalt, dan gaan we je fysiek terug aanvallen. Dat doen wij ook. Is dat niet... In Nederland is het ook zo dat, de regering heeft dat uitgesproken. Die is het eens met wat de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een rapport heeft geschreven.
waarin staat dat als Nederland via cyber wordt aangevallen en de consequenties zijn vergelijkbaar met die van een conventionele oorlogvoering, dat wij dan op alle mogelijke middelen kunnen gebruiken om terug te slaan. Ja, oké. Dus dat kan ook conventioneel zijn. Maar dan blijft het lastig om aan te tonen dat het ook echt die staat was. Ja, je zult dus dan echt die. Ja, maar dat is ook de grootste moeilijkheid. Daarom dat ik ook al zei dat we die inlichtingen niet alleen via digitale weg moeten verzamelen, maar daar maken we dan gebruik van veel meer. Moeten we van veel meer inlichtingenbronnen gebruik maken. Ja. Als je dat niet doet, dan zal het waarschijnlijk heel moeilijk zijn om het te bewijzen. Even terug te komen op het voorbeeld wat je noemt van de hacker die begint en dat langzaam oploopt. Georgië is daar een voorbeeld van, hè, waarbij in de aanloop naar de Russische inval in Georgië hackers in die omgeving in ieder geval aanwijzingen kregen hoe ze het beste zouden kunnen ondersteunen, wat ze het beste zouden kunnen doen om anderen te raken. En dat daarna min of meer gecoördineerd, maar mogelijk niet eens vanuit de staat georchestreerd werd gedaan. Oké. Want als dat soort bewegingen in cyberspace zichtbaar worden, dan is waarschijnlijk Team Hightech Crime een van de eerste mensen die de eerste signalen zien. Ja. Ze zitten op een aantal zaken waarbij ze dan ineens zien van hé, er gebeurt toch ineens veel vanuit een bepaald land of er worden bepaalde methodes gebruikt. In welke zin zouden de digitale rechercheurs jullie kunnen helpen bij het bewaken van de staatsveiligheid? Op wat voor soort early warnings moeten zij letten voordat ze aan de bel gaan hangen van hé, jongens, dit is niet alleen cybercrime, dit is veel groter. Nou ja, zoals als zij, kijk, cybercrime, dan gaat het om geldelijk gewin. Als zij zien dat het niet gaat om geldelijk gewin, dat er geen financiële stroom, maar dat het informatiestromen gaan worden en dat er geheimen gezocht worden door botnets, door indringers, ja, dan wordt het tijd om de inlichtingendiensten te waarschuwen. Nou, daarvoor hebben we ook een regulier overleg. Hè. We zitten met z'n allen in het Nationaal Cybersecurity Centrum en daar praten we daarover. Ja. Dus dan wordt die informatie ook uitgewisseld. Ja, oké. Okay. En een beetje het spanningsveld wat ik merk in de cybersecurity wereld, en ik ben benieuwd hoe dat bij jullie gaat. Je hebt aan de ene kant het belang, of misschien ook zelfs nationale belang van kennisuitwisseling. Wij zien bepaalde trends, bepaalde hackingmethodes, bepaalde criminele businessmodellen, weet ik het wat. En als je die kennis deelt, kunnen anderen dat sneller herkennen. Ja. Aan de andere kant, de politie die met opsporing bezig is, kan gaandeweg de zaak natuurlijk niet al te veel vertellen. Want dan geef je dingen vrij en dan heb je de invloed op. Je kunt technieken met elkaar delen, maar dan hoef je nog niet de inhoud van een onderzoek met elkaar te delen. Mm. Hè? De eerste wat je met elkaar deelt, is techniek. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat voor methoden worden er gebruikt om ergens in te breken? Wat voor nieuwe kwetsbaarheden zijn er? Dat soort informatie moet je in een vroegtijdig stadium met elkaar delen, zodat we daar allemaal van kunnen leren en kunnen zorgen dat we met z'n allen cyberveilig zijn. Mm. De inhoud van het onderzoek, dat is natuurlijk in eerste instantie iets zaak die absoluut bij de politie thuis hoort. En pas op het moment dat de politie denkt van ja, dit raakt de nationale veiligheid, dan zal de politie de inlichtingendiensten inschakelen. En als er daadwerkelijk sprake is van een statelijke actor die schade toebrengt aan Nederland, dan zal Defensie, in het geval van een aanval op Nederland, zal Defensie worden ingeschakeld. Maar voor Defensie geldt daarnaast natuurlijk nog dat wij tijdens onze missies, onze operaties in waar dan ook in de wereld, natuurlijk ook cyber zullen gebruiken. Ja. En andersom, stel je voor je bent echt aan het kijken vanuit een bepaald land zien we gerichte aanvallen. En het blijkt toch gewoon een crimineel te zijn. Gaat die informatie dan van jullie naar Team Hightech Crime? Ja. Het is er wel eens gebeurd? Zou ik zo niet weten, maar de contacten zijn goed genoeg om dat te doen. Ja. Als wij zouden merken dat dat activiteiten die wij opmerken op het net, dat die gericht zijn om financieel gewin te behalen, daadwerkelijk dingen zijn die niet door de beugel kunnen, dan zullen we dat zeker melden. Ja. Overigens zal dat dan waarschijnlijk via de marechaussee lopen.
Okay. Hè, wij hebben natuurlijk de Koninklijke Marechaussee, ja, die voor ons de politietaak heeft binnen Defensie. En die ook een directe relatie heeft met de nationale politie. Ja. Oké, okay, ja. Dus dat zie je verbanden daar liggen. Ja. Nou, we hebben het volgens nog over cyberwar en cybercrime gehad in de zin van dingen kapotmaken, spioneren, dat soort dingen. Maar in het internationale strijdtoneel kun je natuurlijk ook het omgekeerde doen. Hè? Bijvoorbeeld een staat ergens in het Midden-Oosten heeft het internet platgelegd en wil dat hun burgers gewoon niet meer communiceren. Ja. Dan komt er ineens een Nederlandse provider die daar toch een soort inbelnetwerk opzet waarmee de tegenstanders van de staat zich beter kunnen mobiliseren. En eigenlijk een Nederlandse actor zich mengt in buitenlandse politiek in die zin. Hoe gaan jullie om in dat soort gevallen? Ik denk dat wij daar heel erg weinig mee te maken hebben. Dat wij daar ons niet in gaan mengen. Niet als Defensie in ieder geval. Behalve natuurlijk als wij een taak hebben in het kader van een nationale, van een vredesoperatie. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat wij als Defensie ergens een vredesoperatie doen en dat wij een nationale provider vragen een internetnetwerk op te zetten in de wederopbouw van dat land, om juist alle partijen in dat land de gelegenheid te geven om hun idealen te verspreiden, om hun mening te geven. Ja. En dat wij dan vanuit Defensie ook fysiek die internetprovider ondersteunen. Ja. En ook helpen bij het beschermen van zijn netwerken. Ja. Maar een internetprovider die zomaar naar een crisisgebied gaat waar wij als Nederland niet actief zijn en daar begint met het opzetten van een netwerk, of dat doet in een totalitair regime waar wij niet opereren. Mm-hmm. Daar zullen wij op dat moment ook geen steun aan kunnen leveren. En stel, er komt een telefoontje uit Amerika en zegt van ja, nu zijn jullie dat aan het doen, maar nu lopen eigenlijk onze plannen mis, wat iets anders bedacht voor dat land. Kunnen jullie even naar die provider toestappen en vragen ze daarmee ophouden? Dan zal dat lopen via buitenlandse zaken. En dan is het een diplomatiek probleem, wat ook op diplomatiek niveau moet worden opgelost. Daar heeft Defensie dan geen rol. Nee, oké. Okay. Ik wil even doorfilosoferen over het idee van juist cybercapaciteit bieden om oorlogen of in ieder geval internationale conflicten te stimuleren. Is bijvoorbeeld, leef je bijvoorbeeld ook ideeën van internationale conflicten te stimuleren of juist te voorkomen? Nee, tegen te gaan, sorry. Ja. Sorry. Okay. Dus bijvoorbeeld inderdaad de communicatie tussen burgers onderling op sociale media en dat soort dingen, dat in de lucht moet blijven. Ja. In het internationale strijdtoneel werkt Defensie ook mee aan het in de lucht houden van de communicatiemiddelen van burgers? Absoluut. Ja, absoluut. Dat is belangrijk. Als wij, in een crisisgebied zijn, dan zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven communiceren. Ja, niet onze tegenstander natuurlijk. Hè? Nee. Onze tegenstander proberen we juist van dat te voorkomen. Maar zeg maar de neutrale partijen en degene die wij ondersteunen, zullen we zeker ervoor zorgen, proberen dat die zijn mening kan verkondigen. Ja. En we zijn natuurlijk, ondersteunen wij de vrijheid van meningsuiting. Ja. En wij ondersteunen de vrijheid van kunnen communiceren. Zijn er ook relaties met grote internationale bedrijven die dat verzorgen? Niet van onze kant. Nee. Nee, dat zal per geval zal dat bekeken worden, hoe je dat doet. Bijvoorbeeld Facebook en Twitter hebben heel veel impact gehad op de Arabische lente, zegt men. Maar dat is echt iets aan de bedrijven zelf. Ja, dat is echt aan. Dat zijn de providers die voorzien in de mogelijkheid om. En dan de technische infrastructuur die moet door de ISP's geleverd worden. Door een lokale ISP, of misschien dat we wel hulp bieden aan een ISP uit Nederland om dat te regelen. Hmm. Dan moet het zichzelf inregelen. Okay. Nou, dat was even een zijpadje, vond ik gewoon interessant. Ja, even terug naar Nederland. Hier in Nederland, we hebben best een grote georganiseerde cybersecurity sector. Met de vorige interviews zijn we even het landschap doorgewandeld. Wij hebben het nu vooral gehad over wat Defensie eventueel aan de digitale rechercheurs zou kunnen hebben. En omgekeerd. Ja. Je hebt ongetwijfeld ook wel eens met ze te maken gehad, Team High Tech Crime. Het gaat nu uitbreiden. Ja. 30, 60 nog erbij. Wat voor type mens zouden zij nou moeten werven? Als je een beetje vanuit jouw perspectief bekijkt. Wat voor soort recruiter moeten erbij komen? Waar moet een goede digitaal rechercheur aan voldoen in jouw beleving?
Nou, naar mijn idee, ja, we moeten technisch vaardig zijn. Hij moet kennis hebben van systemen, van vele verschillende systemen. Maar vooral creatief zijn. Hij moet zich kunnen indenken hoe een crimineel opereert. Wat een crimineel zou doen, dat moet hij zich kunnen voorstellen. Moet een goed analytisch vermogen hebben. Moet goed kunnen dingen met elkaar in verbinding kunnen leggen. En dat op een goede manier kunnen uitleggen om die dwarsverbanden te zien. Ik denk dat dat de belangrijkste eigenschap moeten zijn. Ja, en dan de bekende stressbestendig in een team kunnen werken en dat soort omgaan. Okay. Maar het belangrijkste is technisch vaardig, naar mijn idee, creatief en analytisch vermogen. Ja, en waar hoop je op? Wat er straks gaat gebeuren als het team uitgebreid wordt? Waar ik op hoop vanuit Defensie is dat Hightech Crime Unit nu daadwerkelijk, of het team Hightech Crime heet tegenwoordig inderdaad, dat die daadwerkelijk in staat is om die 60 man te werven. En dat die duizenden die daarna nog over zijn, dat daar de hele goede van zich straks aanmelden om bij Defensie te komen werken. Ah, kijk eens aan, jullie hebben ook mensen nodig? Wij hebben uiteindelijk ook mensen nodig. Wij zijn nog bezig met de opbouw. En wij zullen met een jaar, twee jaar, zullen wij eenzelfde soort werving moeten gaan starten als dat Team Hightech Crime dat nu doet. Mm. We gaan dan zowel militairen als burgermedewerkers moeten we werven. Gedeelte daarvan komt natuurlijk uit de eigen organisatie waar er heel veel mensen moeten afvloeien. Maar er zullen ook mensen van buiten komen. Zullen mensen opgeleid moeten worden. En uiteindelijk is denk ik het ideaal is dat wij in staat zijn binnen de overheid om mensen te laten opereren. Een tijdje bij de politie, een tijdje bij Defensie, een tijdje Nationaal Cybersecurity Centrum, een tijdje in het bedrijfsleven. En zo mensen verbreden, zodat die technische kennis, dat die zo breed mogelijk wordt. En dat we daar waar wij bijvoorbeeld inderdaad de mogelijkheid hebben om offensief op te treden. Dus mijn mensen ook leren om offensief op te treden. Ik kan ook een speeltuin maken, noem ik het altijd, maar dan goed, een cyberlaboratorium waar dat offensief optreden wordt beoefend. Dat ze die kennis meenemen naar de politie om daar weer verder te gebruiken. Maar aan de andere kant en te weten wat een tegenstander doet. En aan de andere kant dat mensen van de politie, die forensisch expert zijn, dat die bij ons bij de inlichting en veiligheidsdienst gaan werken om datzelfde werk bij ons te doen en straks weer binnen de politie. Ja. Kortom, dat we een overheidsbreed, maar ook in combinatie met bedrijfsleven, een goede basis leggen voor de cybersecurity in Nederland. Ja, nou, ik hoop dat het hierbij lukt. Tot slot, wil je de mensen nog iets meegeven als ze 5 maart daar zijn en eventueel willen gaan solliciteren daar? Nou, vooral doen. Vooral doen. Vooral doen. En okay. Als het nu niet lukt, straks bij Defensie. Over 2 jaar, oké. Okay, nou, een jaar of over 2 jaar of heel snel al. Nou, we zullen zien. Hartelijk dank. Dank je wel.